vinden wij het samen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Neem aan op onze plaats. Echte onze Heer, dank van Sint Cecilia, de beschermde patroon van alle volken van muziek, streek 20 november. Het viel dit jaar op een woensdag. Kunnen dus het weekend ervoor vieren, of zoals wij het al niet gekozen hebben, de zaterdag, vandaag en daarna. Maar woensdag 20 november, de dag van Cecilia, was dit jaar ook de dag van de verkiezingen. En de muziekstuk bijvoorbeeld heeft letterlijk ook een partij. Streven wij samen in mij nog altijd naar één kracht, onderlinge harmonie. Al vanavond, precies één maand voor de kerstmis. Morgen hier ook in de kerk en in de dorp voor de kinderen, lokale verwelkoming en intocht. Willen wij voor de tijd waarin wij leven, maar wel op weg naar de vredesboodschap van Kerstmis, een speciale boekje zoals bladzijde 2, ook gebed nummer 2. Dirigeert door de heer Wolf Prins.
als dan die ook tot deze eer speelt. Maar toen de uitvoering van de muziek zou komen, toen hij het ongeveer gereed had en hij in de tussentijd verhuisd was naar Amerika, was in 1941 de Tweede Wereldoorlog. Terwijl hij daar zat in zijn nieuwe land Amerika, voelde hij zich eigenlijk dat hij terug wilde naar de moederland in Engeland. Hij was toen al een bekende componist. Dus hij mocht met een onderzeeboot met de militaire weer terug naar zijn geboorteoord. Maar het was een tijd dat er geen harmonie was in de samenleving, geen harmonie in Europa. Maar op 22 november 1942, nog in volle oorlogstijd, de dag van Sint-Cecilia, werd zijn hymne voor het eerst de BBC Radio uitgezonden. Het was bedoeld als een teken naar de mensen, een teken van hoop, een teken van eensgezindheid, een teken van onderlinge verbondenheid. En sinds 1942, op afgelopen wereldmuziek, is dat muziekstuk bewust opgevoerd. Op afgelopen woensdag. En het woordje harmonie. Het hele vele verschillende gezichtjes. En allemaal verschillende instrumenten. Is eigenlijk pas mooi als er echt een harmonie is. En dat degene die de leiding heeft, dat met inleving doet naar degene die daar zit. Onze harmonie heeft een bijzondere naam bij mij. Eenheid en eendracht. Mogen we dat kleine Duits vanavond ook met elkaar delen en bewaren. Maar zeker ook morgen bij de intocht van Sinterklaas. Dat hij dat op een spontane manier met de generaties in ons dorp mogen delen. Zijn feest voor de kinderen. Dat wij als lichtjes gaan wandelen voor de kerstdag van morgen. Dan zien we daar een kleine tekst. Vrede op aarde van de mensen van Weldaar. En mogen we dat woordje
Maar het is dan een bisschop die op altijd zelf de eigen bisschop deze, de mogelijkheid van de kathedraal.